In tweede nationale van het dameshandbal doen de Antwerpse meiden van Uilenspiegel het voortreffelijk. Ze staan op een tweede plaats en ontvingen het Limburgse Overpelt. Tegen dit Overpelt verloor Uilenspiegel nog in de heenronde. De thuisploeg gaat meteen goed van start en het is Hazen die de 1-0 op het bord zet. Niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend zit het goed bij de dames. Katrijn Antonissen houdt haar netten schoon, maar blijft zeer bescheiden. Ja, maar ze hebben ook heel goed verdedigd en daardoor gaan de shots ook minder goed geshot worden. En dan heb ik ook meer kans om ze te pakken als ze goed verdedigen. En dat hebben ze ook heel goed gedaan deze wedstrijd. Katrijn gooit de bal meteen diep en het is Gitte Jansen die voor de 2-0 zorgt. De bezoekers willen niet laten begaan en Annelijn van Noten maakt de aansluitingstreffer. De 2-1. Doelvrouw Katrijn bedient tweelingzus Neel Antonissen en de 4-2 staat op het bord. Je moet tegen Uilenspiegel dit altijd verwachten. Nu, ik had voor de wedstrijd tegen de meisjes gezegd, als je Uilenspiegel wilt kloppen vandaag, zul je fel moeten zijn, eerst en vooral, en dat hebben we nagelaten. Dus tegen deze ploeg en je laat ze handballen, wat technisch de beste ploeg is uit de reeks, en je laat die snelle handbal spelen, dan gaat er altijd aan en met groot verschil, dat wisten we. Dat zit eraan te komen, Antonissen van op strafworp met de 5-3. En niet veel later is ze daar opnieuw onhoudbaar. Uilenspiegel staat 7-4 voor. Overpelt wordt nu van kast naar muur gespeeld en het is Jolien Hazen die de 8-4 op het bord zet. Het is een lust voor het oog om deze jongeren aan het werk te zien. Antonissen met de schitterende 10-4, coach van Overpelt, die bekijkt het ondertussen op zijn manier. Er staat geen maat op Antonissen. Het is ondertussen 17-6 na 24 minuten. En toch wisten ze bij Overpelt dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden. Ja, toch wel. We hadden verwacht dat het wel intensief zou zijn. Thuis hadden we kunnen winnen. Dus we dachten we beginnen hetzelfde, maar dat is ons niet gelukt. Dat is het minste wat je kan zeggen. De thuisploeg is een pletwals en gaat rusten bij een 17-8 stand. Uilenspiegel en Antonissen gaan gewoon door in de tweede helft. En in twee tijden scoort ze de 18-11. De dames gebruiken elke meter van het veld en het is Gitte Jansen die ervan geniet en de 19-12 op het bord zet. Nee, eigenlijk niet. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te spelen. En als er veel doelpunten zijn, is dat leuk. Maar als de rest niet veel scoort, is dat voor mij ook goed. En dat doen ze ook. Opnieuw van de rechterflank, de 21-12. Na 18 minuten in de tweede helft is het zover. Sommers komt in balbezit en maakt doelpunt nummer 30. En dat betekent dat zij alvast mag gaan trakteren. Al beseft ze dat wel ruim laat. Ja, bij 30 doelpunten moet de speelster trakteren die de goal gemaakt heeft. Dat is de eerste keer, ja. Dat hebben we nog niet gehad. Dus het is vooral tegenaanval. Normaal zijn we snel terug. Maar vandaag was het niet zo. Zeker niet, want Uilenspiegel blijft doorduwen. En 35 seconden voor het einde van de wedstrijd maakt diezelfde Sommers het 40ste doelpunt. En dat verandert de zaken dan wel even wat de tractatie alvast betreft. Ja, bij 40 doelpunten moet de trainer tracteren. Dat is dan netjes opgelost. Het laatste doelpunt van de wedstrijd is voor de topscorster, de 41-22. Uilenspiegel maakt een ongezien seizoen door en mag zich nu gaan opmaken voor de play-offs. Wanneer deze meiden op dit niveau blijven spelen, zien wij ze alvast naar de hoogste regionen van het dameshandbal doorstoten. Onze taak is eerste nationaal, maar... Waarom niet dit jaar? Waarom niet deze jaar, ja. En... Maar je moet niet vergeten dat meisjes is 15, 16 jaar oud. En we hebben een heel, heel grote toekomst. Is dit team klaar om te promoveren? Zonder versterking zal het moeilijk gaan. Moesten we promoveren, hebben we zeker versterking nodig. We hebben heel wat pech gehad voor het seizoen. Er zouden een paar meisjes bijkomen. Ze plaatsen op het moment afgesprongen. Dan hebben we ons stopschutster moeten laten gaan naar Turnhout. Wat een heel grote kans was voor dat meisje. Dus laten doen, zo'n jong meisje. We hebben dan wat kadetten moeten laten overkomen. Dus de bedoeling was om een rustig seizoen te spelen. Erin te blijven was eigenlijk genoeg. We spelen nu play-offs, dus hebben we vorige week al gevierd. Misschien een week te vroeg. Wij willen graag, we zijn al blij dat we de play-offs gehaald hebben. Dat de ambitie was van erin te blijven, dus play-downs of play-offs. En nu is het gewoon zoveel mogelijk punten pakken en kijken waar we eindigen. Hè? Ik had wel een gevoel dat het wel goed lukte vandaag. En toen moest ik wisselen met Jante, de andere keeper, en zij heeft het ook heel goed gedaan. We zijn heel tevreden. Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam, maar we hebben ons goed herpakt en we zijn door onze snelheid kunnen uitlopen. En we zijn heel tevreden met deze uitslag. Ik denk dat we nu nog zeker in het tweede nationaal blijven en misschien
binnen een paar jaar eerste nationaal. Dat is eigenlijk wel de ambitie van heel de ploeg. Maar nog niet direct, want dat is misschien wel een beetje vroeg.